Stapje Stevens, wie gaat vandaag hier de hoogte ingrijpen? Hier de eindstreep is het Marianne Vos, Jolien Toren. Dichtbij in de tijdrit, dichtbij in de tweede etappe en dan nu is het raak. Lekker hè? Ja, 4-3. Nou ja, daar zat in ieder geval een stijgende lijn in en nu 1. Dat is hartstikke mooi. Afgelopen twee etappen, of ja, eigenlijk de tijdrit en de etappe ging al goed. En, gisteren hebben we flink moeten rijden om het gat naar de kopgroep dicht te rijden. En ja. Nu was Scandolaar er nog vooruit, maar ik ben blij dat wat de ploeg heeft gewerkt en dat ik het daarna ook af kon maken. Ja, gisteren was het heel nips. Nu hadden jullie wel iets sneller denk ik in de peiling dat het wel ging lukken, of niet? Ja goed, het was natuurlijk ook een eenzame vluchter, dus dat is iets beter te controleren. En dat was ook, we konden ook nog zien rijden. Maar ik gaf wel aan, als er gesprint moet worden, dan zullen we toch moeten rijden. Ja, kom je ook dichter bij Ellen? Is dat eindklassement belangrijk? Het is mooi meegenomen om secondes te pakken voor het eindklassement. Uiteindelijk reden we vandaag ook vol op de aanval om te kijken of dat we in de kopgroep konden komen met iemand. Dus het ging eigenlijk meer om de etappezege. Ja. Maar uiteindelijk is natuurlijk het klassement ook wel belangrijk en kijken we daar met een schuin oog naar. Ja, nu worden de komende dagen zijn twee etappes Wiegen en Gennep waar toch iets meer heuvels dan normaal gesproken in de rit worden verwacht. Wat verwacht jij daarvan? Dat is moeilijk te zeggen. Ik merkte vandaag wel dat iedereen eigenlijk mee wilde zitten in de vlucht van de dag. Nou ja, dan als iedereen mee wil zitten, dan valt het niet mee om iemand op de weg te krijgen, om vooruit te krijgen. Mm-hmm. Morgen, overmorgen gaat dat misschien anders zijn, dus het zal wel weer vuurwerk worden. Ja, en dan is deze wedstrijd vooral heel geslaagd voor jou als het een goede trip richting het Big Ice? Ja, zeker. Het is natuurlijk altijd mooi om hier in Nederland het laatste puntje op de i te kunnen zetten richting de kampioenschappen, richting het WK in Ponferrada. En dan is het wel zorgen natuurlijk dat je er fit uitkomt.